Hallo, mijn naam is Davy en in deze video ga ik je laten zien hoe je de oorspeaker moet vervangen van de iPhone 8. Nou, de oorspeaker die zorgt ervoor dat je geluid kunt ontvangen als je aan het bellen bent. En als je dat niet meer hoort, dan is vermoedelijk je oorspeaker kapot. Nou, dit zou ook aan de voorcamera kunnen liggen of aan het oorgaasje. Maar in deze video zoomen we alleen in op de oorspeaker. Nou, hoe je die oorspeaker moet vervangen, laat ik je nu zien. Nou, we gaan beginnen met het uitzetten van de iPhone 8. Daarna verwijderen we de twee pentalobe schroeven met de pentalobe schroevendraaier natuurlijk. Die zitten onderin de iPhone 8. En die plaats ik dan op de magnetische schroefmaat. Nou, en als ik dat heb gedaan, dan pak ik even de heatgun. Je kunt ook een föhn pakken. Het is zelfs niet eens noodzakelijk, maar het is gewoon handig om te doen. Nou, ik leg mijn hand erbij, zodat ik weet dat ik het schermpje niet te warm maak. Je moet het wel iets verwarmen, maar niet te veel. Dus mijn hand is een goede graadmeter, zodat ik zeker weet dat ik het niet te warm maak. Je moet het schermpje daarna ook nog gewoon vast kunnen houden. Nou, dit moet voldoende zijn. Nu pak ik een zuignap en een plastic tool. De zuignap plaats ik boven de home button. En dan trek ik het schermpje iets omhoog. En dan plaats ik snel mijn plastic tool ertussen. Nou, ik wrik het een klein beetje omhoog. Pas goed op dat je niet het LCD of de homebutton gaat beschadigen. De homebutton van de iPhone 8 loopt namelijk hier langs, dus die gaat naar links toe. Dus daar moet je extra voorzichtig zijn. Nou, nu kan ik de zuignap er alweer afhalen. En haal ik het schermpje ietsjes omhoog. Wees voorzichtig, want hier zit de kabel van het scherm. En dan kan ik het wat naar beneden trekken. Ook dit doe ik met beleid. En nu kijk ik in de iPhone 8. Nou, met de kruiskopschroeven draaien verwijder ik de vier kruiskopschroeven van het metalen plaatje. En let goed op dat je die schroefjes allemaal op de juiste positie weer terugschroeft. Want elke schroef heeft bijna een andere afmeting. En als je die met elkaar gaat verwisselen, dan kun je moederbordproblemen veroorzaken. Dus zorg gewoon dat je georganiseerd te werk gaat. En daarbij hoort eigenlijk gewoon een schroefmat. Nou, hier hebben we alle schroefjes verwijderd. Ik ga nu heel voorzichtig de batterijconnector openklikken. Ik hou echt mijn plastic tool alleen onder de connector. En ik zorg dat ik niks op het moederbord aanraak. Nou, de twee connectoren van het scherm, die kan ik er nu alvast afhalen. Nu kan ik het schermpje, heb ik iets meer speling in het schermpje als ik het ga neerleggen. Nou, aan de bovenkant zit ook nog drie schroefjes. Die moeten ook alle drie verwijderd worden. Pas goed op dat de schroefjes niet op de grond vallen. Dat je ze niet kwijtraakt. Mocht je een schroefje kwijtraken, dan kun je beter het schroefgaatje openlaten nadat je zo een willekeurige schroef terug gaat plaatsen. Maar als je zorgt dat je wat verder boven de tafel werkt, dan zul je daar niet zoveel last van hebben. Nou, ook dit plaatje is eraf.
Deze connector die trek ik er voorzichtig af, zodat ik net niet op het moederbord hoef te wrikken. En nu kan ik het schermpje eraf halen. Nou, we hebben nu het scherm en de achterkant van de iPhone 8 naast elkaar. Nou, de achterkant doen we even weg. Dan gaan we verder met het scherm. Nu gaan we de oorspeaker verwijderen. En als we de oorspeaker willen verwijderen, dan moeten we eigenlijk bijna alle schroefjes aan de bovenkant weghalen. Ik pak heel veel mijn schroefmat er net bij. Nou, ik begin hier bij de schroef links. Naast deze schroef zit nog één andere schroef. En die kan ik gewoon laten zitten. Dit is de schroef rechtsboven. Linksonder. De schroef rechtsonder, maar niet de tweede van, of eentje aan de linkerkant. En helemaal rechtsonder. En nu kan ik het metalen plaatje weghalen. Dan kan ik de voorcamera iets omhoog halen. Je ziet dat de oorspeaker gelijk magnetisch is. De nieuwe oorspeaker pak ik erbij. Let goed op dat die contactpunten aan de onderkant zitten, want die maken contact met de vier contactpunten die op de voorcamerakabel zitten. Heb je dus een storing in je voorcamerakabel, dan werkt je oorspeaker dus ook niet. Nou, nu kan ik het metalen houdertje er weer op zetten. En omdat ik alle schroefjes op de magnetische schroefmat heb geplaatst, weet ik precies waar welke schroef weer moet. Als je dat verkeerd doet bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat je een te lange schroef op de verkeerde plaats terug erin draait. En dan kun je een beschadiging aan de andere kant van het scherm zien. Dan zie je echt zo'n rondje van een schroef die te ver doorgedraaid is. Nou, je moet nog één schroef terugplaatsen. En dan zitten alle schroeven weer terug op zijn plek. Zo. Nu gaan we even alle plakresten verwijderen van het scherm. Er komt straks weer een nieuwe frame sticker omheen. Dus de oude plakresten die moeten goed verwijderd worden. Heel veel plakresten die gaan er al af als je het schermpje van de achterkant afhaalt. Maar er blijven ook altijd nog wel wat stukjes zitten. En het is belangrijk dat dat nu verwijderd wordt. Nou, dit was het schermpje. Nu de achterkant. Kijk, hier zie je nog wel wat plakstrips zitten die allemaal verwijderd moeten worden. Nou, hij is nu weer schoon. We kunnen nu weer verder gaan. We kunnen nu de nieuwe framesticker gaan plaatsen. Nou, de grote opening moet bij de achtercamera rechtsbovenin. Die plaatsen we nu netjes op zijn plek. En met de plastic tool kunnen we voorzichtig de frame sticker aandrukken. Doe dat goed, want als je hem niet aandrukt, dan kan het zijn
dat de sticker er weer afgetrokken wordt. Nu haal ik de bovenste laag eraf. Dan kunnen we verder gaan. Nou, als ik het schermpje ga terugplaatsen, is het makkelijkst dat ik eerst de voorcamerakabel op zijn plek zet. En als die erop zit, kan ik de kabel van het scherm en het LCD weer terugplaatsen. Nou, als die allemaal weer op zijn plek zitten, dan kan ik de batterijconnector zelfs ook weer dichtdrukken. En dan kunnen de schroefplaatjes weer op zijn plek. Nou, eerst doe ik de bovenste. Let goed op dat je hem op de juiste manier om hebt. Let weer goed op dat je die schroefjes aan de bovenkant niet kwijtraakt. Nou, dat is één. Schroef nummer twee. En schroef nummer 3. Nou, nu kan het metalen plaatje weer bij het scherm en de batterij. Nogmaals, let goed op dat je die schroefjes op de juiste manier weer terugplaatst. En denk je nou, zo'n schroefmat, dat is zonde voor mijn geld. Het is altijd goedkoper dan een nieuwe iPhone. Het zou zonde zijn dat je door zo'n domme fout de iPhone moet weggooien. De moederbord moet laten maken. Dus zorg dat je altijd zorgvuldig werkt. Nou, die schroefjes zitten ook weer op zijn plek. Nu zijn we bijna klaar met de reparatie. Nu pakken we de schermsticker. Het laatste gedeelte halen we er vanaf. Dan doen we aan de andere zijde ook. Nou, nu drukken we eerst de bovenkant op zijn plek. Zoals die vast zit. Let je even goed op dat de kabel hier niet tussen zit. En dan kunnen we alles aandrukken. Nou, nu kan ik zelfs alweer de iPhone aanzetten. En ondertussen plaats ik alweer vast de onderste twee Pentelover schroefjes terug. Nu kunnen we testen als alles het doet. Nou, 3D-test doet het. De proximity sensor werkt. En als je deze op wit hebt staan, niet op blauw, en je speelt hem weer af, dan kun je ook horen dat de oorspeaker het weer doet. Het is nu wat lastig om te laten zien dat hij het doet. Ik kan het hier wel horen, maar ik denk dat je het op de video niet hoort. Nu kan ik de lichtsensor even testen.
Als ik het schermpje nu bijvoorbeeld enorm donker zet. Ze zeggen dat hij weer automatisch moet aanpassen. En dan zien we ook dat hij weer lichter wordt. Je kunt het ook andersom doen. Dan zie je dat hij weer iets lichter wordt als je hem enorm licht zet. Hij past de helderheid van het scherm aan het licht van de omgeving. Nou, de reparatie is geslaagd. De oorspeaker is succesvol vervangen. Het is mijn vingerscanner geven. Nou, hij zegt probeer opnieuw. En ik kom er nu ook in. Dus dat werkt allemaal weer. De reparatie is geslaagd. Nou, de iPhone 8 is weer succesvol gerepareerd. We hebben alles getest. De oorspeaker, de proximity sensor, de 3D touch, de home button. Nou, via die dictafoon app kun je dus heel gemakkelijk testen als je oorspeaker het doet. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zou het enorm waarderen als je even een likeje wil geven. En je kunt natuurlijk een andere video verder kijken. Of abonneren op ons kanaal. Nogmaals bedankt en tot ziens.